Oh, dit ziet er. Oh nee. Dit ziet eruit als een plek waar een doolhof is, jongens. Yo guys, Job hier, aka de YouTuber. Welkom bij een nieuwe Minecraft Sky Element. Je boy de YouTuber is terug. Vandaag hebben we nog een aantal eilanden om te onderzoeken. Maar ik moet zeggen dat we misschien al wel een beetje tegen het einde van de serie aanlopen. We hebben al zo belachelijk veel dingen onderzocht dat er nog genoeg te onderzoeken is, hoor. Maak je geen zorgen. Maar er zijn niet meer zoveel dingen als in het begin. Toch gaan we deze aflevering een aantal epische dingen onderzoeken. Dus like de video voor extra geluk in je leven. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Let's freaking do this. Jongens en meisjes, ik ben zoals jullie kunnen zien op een hele mooie plek uitgekomen. Waar ben ik namelijk? Nou, ik ben via dit mooie ding, waar we al een keer zijn geweest, ben ik hier naartoe gegaan. Want dit zag er namelijk best wel episch uit. En daar zo, ik ga jullie even laten zien waar ik het over heb, heb je een soort van ijseiland. En daar wil ik deze aflevering sowieso even een kijkje gaan nemen. Dus het belooft weer heel apart en speciaal te worden. Er komt ook gewoon letterlijk helemaal niks uit deze spanners. Dat is een mooi moment voor mij om ze even kapot te maken. Weet je wat het meestal wel is met dit soort eilanden waar heel veel bomen en zo te vinden zijn? Dat de kist meestal middenin te vinden is. Oeh, we hebben zojuist een geheime bunker gevonden. We just found a secret base, oké? Okay? Heb ik de opties überhaupt? Ah, ik heb de opties op peaceful staan. Dat verklaart wat ik al zeggen, jongens. Kijk, nu begint het de echte ruïne te worden, natuurlijk. Oh shit, nu begint het heftig te worden. Nu gaat het heftig worden. Nu gaat het legit heftig worden. Oké, okay, misschien is dit wel even een mooi moment om een godappeltje te nemen. Jongens en meisjes, ik denk dat deze map super epic gaat zijn om te checken. Zijn deze skeletten nou kapot snel of ligt het aan mij? Het lijkt alsof deze skeletten echt kapot super saiyan stel snel zijn gewoon. Ze rennen echt gewoon mij bijna een marathon uit of zo. Oh shit, ja, deze zijn kapot sterk. Het zijn minions. Dat zou kunnen betekenen dat hier ergens een eindbaas verstopt zit. Heb ik niet iets van een night vision potion? Ik heb wel strength. Laat ik die strain potion maar wel even nemen, jongens. Just to be sure. Ik heb zo'n idee dat ik die namelijk wel ga kunnen gebruiken hier zo. Kijk, dan kan ik ze in ieder geval allemaal in twee klappen doodmaken. Sommige zelfs in één klap. Oké, we gaan eens even kijken wat hier in deze secret bunker te vinden is, jongens. Gaan we links of rechts? Ik ga rechts. Altijd rechts, jongens. Wat staat hier? Tarzan's Lair. Oké, ik ben heel benieuwd. Dat klinkt als iets heel speciaals. Oh, shit. Oh, shit. Oké, laten we eerst even heel snel alles kapot maken hier zo. Oh, nee. Ga jij eens even weg hier. Ga jij eens even weg hier. Het is vanaf nu mijn huis. En wat de hel is hier? Oh. Er zit hier een geheime deur verstopt. Maar wat is dit? Even kijken. Je bent niet voorbereid, staat er. Ik ben benieuwd. Oeh, shit. You come into my lair. Nee. Oh my god, er is een eindbaas. 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 Nee, 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 nee. Oh, deze zijn kapot sterk. Deze zijn kapot sterk. Deze zijn kapot sterk. Er is een freaking eindbaas. Waar is die? Oh, daar ben je. Oh nee, dat is de minion. Heb ik de eindbaas nou verslagen? Misschien heb ik de eindbaas wel verslagen. I don't know. Ik deed zijn kist open. Hij werd kapotloos. Hij vond het niet leuk dat ik in zijn spullen aan het graaien was. Oh, hij komt weer. 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 Ja, jij was het. Jij was het. Jij was het. Ik moet jou doodmaken. Ja, ik heb hem denk ik. Ik heb hem nu. Nu heb ik hem denk ik echt. Oké, okay, snel. Huh. Oké, okay, cool. Rustig. Nee. Nee, nee. Oké. 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 Stay calm. Stay calm. Even wat eten. Heb ik misschien nog een golden apple of zo? Ik heb er nog 6. Oké, okay, die moet ik sowieso even goed bij me houden. Kunnen we nu wel weer open? Hij wordt weer boos. Hij wordt weer boos. Snel, alles pakken. Oké, okay, cool. En nu proberen die Tarzan te killen. Ja, ik heb Tarzan gekillt. Ik zag dat ik hem dood maakte, jongens. Oké, okay, cool. Snel, jullie allemaal weg. Ksh. Ik heb denk ik nog steeds een artifact die ik hier kan vinden. Dus die moet ik sowieso nog even zoeken. Oké, okay, weet je wat het is? Ik heb het hier wel gezien. Het is ook kapot donker hier, jongens. Holy freaking moly, Raffaioli. Oké, dan. Dit is wat ik heb gedaan. Ik denk dat de artifact dan ergens anders verstopt zit. Of er is gewoon geen artifact, I don't know. Ik heb in ieder geval wel die Tarzan vermoord, I guess. Oh shit, man. Dit was best wel weer heftig en raar tegelijkertijd. Misschien, and I'm not sure about it, maar ik denk het eerlijk gezegd wel, is er nog iets boven in de bomen te vinden. Dus laat ik daar zo meteen ook even een kijkje gaan nemen. Oh, er zijn zo kapot veel skeletons hier, jongens. Dat is echt bizar. Er zijn echt ongelooflijk veel skeletons. Oké, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst even dit kapot maken, hoppakeetje. En nu ga ik even naar boven toe om te kijken of ik daar misschien wat... Are you freaking serious? Moet je dit nou echt doen, meneer de skeleton? We zaten samen met elkaar in groep 3. Moet je dit nou echt doen? We hadden dezelfde juffrouw die we haten. En nu doe je dit. Jij Royo? Ik wou zeggen rotzak en Clojo tegelijk. En er kwam Royo uit. Nieuwe scheldwoord van het jaar. Royo. Fantastisch. Klinkt eerder als een soort van ranja die je op Telcel kunt kopen. Waar je gewoon ernstig ziek van wordt of zo. I don't know what I'm saying. Oké, okay, let's go, jongens. We gaan eens even kijken wat we vinden. Oeh, het is wel lekker luchtig hier, jongens. Het is gelijk een stuk lichter ook vooral. Oké, okay, even kijken. Is hier misschien een kist verstopt? Ja, er is een kist. En er zit alleen een goldapple in. Ik moet zeggen, een goldapple is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Maar we zijn misschien een beetje ondankbaar geworden na alle coole dingen die we hebben gevonden. Zijn we daar al geweest? Dit ziet eruit als een plek waar we nog niet zijn geweest. Zullen we die toch maar even gaan checken dan? Doe ik even dit ding aan. Zo, op een keertje. Ja, cool. Huh, zo, nice, we zijn er. Is hier wat te vinden? Ja hoor. Oeh, nice, gold. Ja, iron neem ik niet meer mee, jongens. Sorry, ik kom nu misschien heel arrogant over, maar ik heb dat gewoon even niet meer nodig. Ja, ik zou kunnen kijken of ik direct naar de overkant toe kan. Ik weet zeker dat jullie dat wel willen dat ik dat doe. Weet je, speciaal voor jullie ga ik het gewoon doen, jongens. En ik hoop dat ik het ga overleven, natuurlijk. YOLO! Oké, snel, snel.
Snel, snel, snel. Oh, we hebben het net overleefd. Ik dacht heel even dat ik out of the world zou vallen. Heb ik opties nog op? Ja, easy staan. Oh, ijsberen. Ik heb nog helemaal geen ijsberen zien in deze wereld. Oké, eigenlijk hoop ik dus wel dat die gaan spannen. Er hoeven er alleen niet te veel te komen. Want ik wil natuurlijk niet doodgaan door ijsberen. Ijsberen zijn geloof ik een van de gevaarlijkste beesten op aarde. Oh, er is een artifact. De snowpijlen. Oeh, efficiëntie 5 schep, die heb ik nog niet. Oké, nu hebben we echt elke tool hebben we de overpowered versie van op dit moment. Want een schep had ik namelijk nog niet echt een overpowered versie van als het ware. Oké, cool. Ja, waar zullen we naartoe gaan? Ik denk dat ik echt nu het meeste wel heb onderzocht. Nou, ik ga even rondkijken jongens en dan zie ik jullie wanneer ik wat heb gevonden. Oké, jongens en meisjes, kijk eens aan wat ik heb gevonden. Ik heb even alvast een bruggetje gemaakt. Waar wij naartoe gaan, is wij gaan hier naartoe. En ik ben hier geloof ik nog niet eerder geweest. En wat ik voornamelijk zag, is dat er verderop weer een soort van raar kasteel is te vinden. Maar het is een beetje een kasteel gebouwd in de vorm van een village. Dus dat doet mij wel een beetje interesse krijgen. Ik heb trouwens 77 experience points, jongens. Het wordt echt wel heel erg insane op dit moment. Oké, let's go. Are you freaking serious right now? Oké, jongens en meisjes, ik ben back. Ik weet dat dat weer gewoon de meest grootste noob-actie ooit was. In ieder geval, nu ik hier wel ben, kunnen we even gaan kijken wat het überhaupt is. Want het ziet er wel uit als een heel speciaal eilandje. En oh shit, het ziet er weer uit als een geheime bunker. Laten we als allereerst even dit kapot maken. Ik wou het nou serieus met een schep proberen. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Nee, laten we eens even gaan kijken wat we hier allemaal hebben. Want het ziet er namelijk wel uit als een best wel soort van speciale plek. Hey, ik heb een aslat gevonden. Kom hier. Het spijt me. Ik ben eigenlijk een kattenliefhebber, dus ik weet niet waarom ik dat deed, maar het gebeurde even in het moment. Oké, we gaan eens even kijken, jongens. Oeh, dit ziet er wel heel spannend uit. Gaan we onszelf naar beneden laten vallen? Eigenlijk moeten we wel, hè? Anders gaan we er nooit achter komen wat er is. YOLO. Oh, shit. En YOLO. Oké. Oh, are you serious? Ga ik het halen om op tijd? Oh, net op tijd. Oké, gelukkig. Ik heb mezelf daar best wel mooi gered. Als ik dat namelijk niet had gedaan, had ik waarschijnlijk een probleem gehad. Oké, jongens. Dit is de kist waar wij zojuist ons leven voor hebben geriskeerd. We hebben diamonds gekregen, dat is mooi. Maar dit is denk ik de echte kist waarvoor wij ons leven hebben geriskeerd. De Jungle Sword. Sharpness 4, Smite 2, Unbreaking 1 en Looting 1. Normaal gesproken zou dit supergoed zijn, maar ik ben een beetje ondankbaar geworden door alle mooie loot die we tot nu toe hebben gevonden. Wel hele mooie golden bars in ieder geval. Daar moet ik wel blij mee zijn, want die heb ik namelijk nodig voor het uiteindelijk maken van mijn troon. Nou, dit was in ieder geval niet eens zulke hele slechte loot. Hier zeg ik geen nee tegen in ieder geval. Laten wij nu even kijken of we misschien naar een andere plek toe kunnen. Even kijken, welke plek is nog in de buurt? Laten we even deze kant op kijken. Oh ja, tuurlijk, daar houden we naartoe gaan. Oké, let's go. Heb ik daar nog genoeg bouwblokken voor? Ik heb daar sowieso nog genoeg bouwblokken voor. Laten we hopen dat ik nu niet een ongelooflijk grote fout ga maken. Dat ik zo meteen weer out of the world val of zo. Want ik krijg het elke keer weer voor elkaar om op de raarste momenten out of the world te vallen. Ik weet ook echt niet hoe dat kan. Oké, even kijken. Nee, dit moet helemaal gelukken, jongens. Let's get it. Ik ga dit sowieso klaren. Wat zou daar te vinden zijn, joh? Het ziet er wel uit als een supermooi eiland. Ben ik al bij het Birchwood eiland geweest daar verderop? Ik geloof dat ik daar ook nog niet ben geweest. Ja, ik weet niet, jongens en meisjes. Er zijn ongetwijfeld nog genoeg dingen die ik kan onderzoeken. Er moet sowieso nog een aflevering gemaakt worden waarin ik de hele aflevering, zeg maar, dat eiland gaan onderzoeken waar, zeg maar, die armorstukken te vinden zijn van die Minecraft-goden. Lijkt me ook heel tof om te doen. Waarschijnlijk vinden we daar echt de ziekste shit met de ziekste enchantments. Ik weet niet, ik had daar geloof ik een keer een helm gevonden en toen zat er een boek bij die zei van, hier waren ooit de legendes levende, oftewel de Minecraft-goden, en hun zijn hun armor kwijtgeraakt. Dus als je alle armor vindt, breng je eigenlijk een soort van het goede met het goede weer in balans. Waardoor je dus eigenlijk ervoor zorgt dat het slechte kapot gaat. Zoiets was het, geloof ik. Nou ja, dat moeten we dan nog maar even voor elkaar krijgen, I guess. We gaan eerst even hier zo naartoe. Shit, man. Ze heten ook letterlijk gewoon kill. Oh, dit kan niet goed zijn. Oké, laten we even beginnen met de opties op, hoe heet dat te zetten? Op peaceful. En laten we even weather clear doen en time set day. Want anders gaat dit namelijk een en al chaos worden. Oké, hopelijk lukt het nu wel. Ja, cool, het is me gelukt. Oké, cool. Holy shit, dit ziet er epic uit. Ik ga als allereerst even deze dingen kapot maken. Want die lightning creepers, ik word daar altijd helemaal gek van. Dus die slopen we als eerst even. Oh shit, we moeten niet onszelf in de weg gaan zitten lopen. En nu gaan we eens even kijken wat wij hier hebben. Want dit ziet eruit als een huge ass kasteel. Oké, we gaan gewoon even inbreken, jongens. Kunnen we inbreken hier zo? Oh, dit ziet er... Oh nee. Dit ziet eruit als een plek waar een doolhof is, jongens. Dit ziet er wel degelijk uit als een plek waar een doolhof is. Oké, ik ga gewoon even naar binnen. Oh shit. Oh, dit is een kasteel hoor. Dit is wel degelijk een kasteel. Oh, mijn mic heeft dus juist gecrashed. Are you freaking serious? Was het zo'n groot kasteel? Ik zie jullie als het weer doet. What the hell? Oké, jongens en meisjes. We are back. Geloof het of niet, maar het spel crashte 5 keer voordat ik het weer kon spelen. Ik weet niet wat er aan de hand is in dit kasteel, maar het zou ongetwijfeld iets speciaals zijn. Oh shit, we zijn lijp ingebroken, bro. Kijk dan, er stond hier zelfs een bordje. Wacht, ik wil even weten wat erop staat. Er staat op Death.
Oh shit, oké, dit is sowieso een gekke plek waar we niet hadden moeten komen. Ik ben benieuwd, ik zet even de kabel van mijn microfoon even iets aan de kant, want dit gaat sowieso heel sensationeel worden. Oké, laten we eerst even kijken wat er in deze kist verstopt zit, jongens. Let's get it, wat zit erin? Oeh, ja, dat diamond sword heb ik, hoe gek het ook klinkt, niet nodig. Laten we als allereerst even de mob spawners kapot maken en laten we dan naar de bovenkant van het kasteel gaan om te kijken wat we daar kunnen vinden. Oh, hier zit er ook nog eentje verstopt. Come at me, bitch. Ik ga jou sowieso kapot maken. Oké, cool. Deze moet nog even kapot en dan gaan we naar boven, jongens. Ik ga de opties nu op easy proberen te zetten. Oh my god, oké. Dit is al gelijk best wel heftig. Misschien is dit wel even het moment om mijn God Apple te nemen. Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Heb ik misschien nog een of andere potion die ik kan nemen? Laat ik speed sowieso nemen, man, bro. Want ik denk dat ik dat nu echt wel nodig ga hebben. Oké, cool. We gaan snel naar boven. Kill eerst jou even, snel. Oké, jij bent dood, cool. Wat is dat? Oh, dat is een blaze spawner. Oh my god, wat oranje. Dit is zo heftig, jongens. Er zijn hier zoveel mobs. Oké, snel. Oké. Oh my god, er zijn er kapot veel mobs. Ik weet niet of jullie het hebben zien, maar er zijn er echt kapot veel mobs. Ik ga dit never overleven. Dit is geloof ik een plek waar je het gewoon niet gaat halen, jongens. Oh shit. Oh shit. Dit is een plek waar je het niet gaat halen. Oh shit, dit is heftig. Oh nee. Oh nee, dit is een plek waar je niet moet komen tijdens je schoolreisje. Dit is een plek waar je niet moet komen tijdens je schoolreisje. Oh lord, hoe ga ik dit doen? Oké, ik ga dit gewoon proberen. Ik ga echt mijn best doen, jongens. Maar dit ziet eruit als een onmogelijke missie. Oh, weet je, jongens en meisjes, ik heb het wel gezien met die mobs. Ik irriteer me wezenloos. Ik ga gewoon eens even rondkijken wat er allemaal is. Want ik bedoel, dit ziet er wel uit als een heel mooi kasteel. Alleen, de manier waarop het is ingedeeld, zoveel mobs, is gewoon letterlijk niet te doen. Oké, dit is in ieder geval de artifact. En het staat bij de King's Sword. Het sterkste zwaard wat ik tot nu toe heb, is deze met sharpness 5. Dus ik ben benieuwd of dat zwaard wat daarin zit, het gaat overtreffen. Zou wel epic zijn in ieder geval. Is hier zelfs nog een weg naar boven. Oké, laten we eerst de artifact gaan checken, jongens. De King's Sword, let's go. Oh, deze is wel minder sterk, jammer genoeg. Maar we hebben wel een hele hoop diamonds gekregen. Dus laten we die sowieso wel even gaan meenemen. Besef, we hebben alweer een volle stack met diamonds bij ons, jongens. We hebben zoveel mogelijkheden tot het maken van diamond blocks wanneer we echt bij onze thuisbasis zijn. Dat is gewoon echt niet normaal. We gaan eens even kijken wat we hier kunnen vinden. Ja, dit ook helemaal vol zit met dingen. Oh, nee. Valt eigenlijk best wel mee, was maar één spannetje. En hier ook weer eentje. Waarom ook niet? Ik denk elke keer dat je er echt 100 gaat zien of zo. Maar dat valt dan toch nog wel best mee. Oké, even cool. Deze mag weg. Nice. Even kijken. Wat is dit hier? Er zit hier nog een kist. Dit is wel de hoogste kist van heel deze toren. Oh shit, we zitten hoog. Oké, wat zit erin? Oeh, we hebben een blok of coal gekregen. Dat is een monument item. Daar hebben we op dit moment niet heel erg veel aan. Wat ik wel daartegen moet doen, dat bedenk ik me nu in één keer. Dat was namelijk een challenge. Dat is het maken van een huis. En dat is een challenge die we nog moeten doen. Dus misschien dat we daar wel even een keer mee bezig moeten gaan. Nevertheless, ik vind het voor deze aflevering wel weer mooi geweest. Misschien dat ik de volgende aflevering die dingen ga onderzoeken. Die, hoe heet je dat? Die helikopters daar verderop. Want ik weet nog steeds of ik die wel gecheckt heb. Als ik die nou nog niet onderzocht heb, ga ik dat de volgende aflevering doen. Want ik ben heel benieuwd wat we daar kunnen vinden. Tot die tijd wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een toffe video? Like hem dan massaal. En als jullie willen dat ik meer afleveringen van deze serie blijf maken, abonneer dan ook even op mijn YouTube kanaal. Laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer. Adios.